We staan hier in de regentenkamer van het Amsterdamse Historisch Museum. En vroeger was dit een ruimte waar vergaderd werd door de regenten en regentessen van het burgerweeshuis. Want het museum was een oud weeshuis. En we hebben aan 600 ontwerpers gevraagd een outfit te maken. En met als thema de vergaderende man anno 2010. Dit is een van die ontwerpen. Gemaakt door Ivo Mietelmeijer en hij heeft de opdracht heel letterlijk genomen. Hij heeft de aktentas genomen als uitgangspunt, dat vindt hij het accessoire bij uitstek van de vergaderende man. En elementen daarvan heeft hij in deze outfit verwerkt, dus dat zie je ook. Dus metalen, hier bijvoorbeeld zit het handvat van een aktentas, is erin verwerkt. Bij een aktentas zie je vaak dat aan de binnenzijde is er een moiré print. Op een vrij stevig materiaal is dat gebrand. En hij heeft diezelfde moiré-print ook gebruikt, maar nu heeft hij op zijde gebrand. Dus qua vorm en materialen lijkt het op een aktentas, maar het is toch nu een andere outfit geworden. De outfit voor de vergaderende man van ontwerper Jumieu, die is buitengewoon opvallend. Materiaal is opvallend, taaifek, kleur is opvallend, zilverachtig. En zijn vergaderende man in zijn visie is jong van geest, dus die kan dit soort opvallende kleding dragen. Het ontwerpsduo Ontgrond. Die hebben naar de vergaderende man anno 2010 gekeken en dat iets abstracter genomen. Dit zijn hun outfits die ze hebben gemaakt. En wat zij hierover zeggen is, aan de vergaderende man van vandaag de dag, dan denken zij aan een creatieve man. Dus hun kleding ontwerpen ze voor een man die in de creatieve sector werkt. Dus in een gestreept pak, maar wel met grapjes erbij, andere materialen op de schouders. Of hier bij het borstzakje is die dubbel of een hele sportieve outfit. Bij Saab Willekes zie je dat hij toch weer is uitgegaan van een traditioneel pak, een blazer en een broek. Maar wel met grappige details. Kijk maar naar de rand van het overhemd, die is gerafeld. Non Bai Kim en Jeroen van Tel, twee andere ontwerpers die hebben meegedaan, die hebben zich ook laten inspireren, toch door het klassieke pak, maar wel met andere details. Hier de revers bijvoorbeeld zijn los. Dit pak is van Non Bai Kim. En de broek aan de onderkant die is gerimpeld en die heeft eigenlijk heel veel weg van een joggingbroek. Dus zo zie je hier bij elkaar resultaten staan van de vergaderende man anno 2010.